Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Farming Simulator 15 met deze MF en deze John Deere en dit gewichtblok van welk merk het is, heb geen idee. En we gaan balen pesten zoals je ziet. Hier kan achterin volgens mij ook een wikkelaar en zit in de blaadjes. Maar volgens mij kan het ook zonder wikkelaar, dus dan doen we dat gewoon. Want we hoeven er geen plastic om. En we gaan direct beginnen. Ik ben benieuwd hoeveel in die pers gaat. Echt. Oh ja, en het gras is hier al aangegroeid. Sorry daarvoor. Ik heb een beetje te veel andere dingen in de tussentijd gedaan. Te veel, ja. Te veel. En ik laat daar heel veel liggen. Ook 4000 liter in deze wagen. Of wagen in deze balenpers. Oké, hij rolt gewoon doorheen. Dus nice. En dan blijft hij liggen, oké. Okay. We kunnen ook gewoon pers met deze balenpers ontwikkelen. Nice. Oh ja, en waar ik het ook nog over wil gaan hebben is... Ja, wat moet ik gaan doen op mijn kanaal? Moet ik nog iets gaan veranderen of moet ik een nieuwe game gaan spelen? SimCity of iets of City Skylines of weet ik veel hoe dat heet. SimCity, ik heb er geen idee. SimCity is volgens mij oud. En die heeft gebeukt. Heb jij een leuke game die ik echt moet gaan spelen? Geen shooter games, van dat doe ik toch niet. Hou ik niet van. Dat is niks voor mij. Meer simulator en zo. Dus heb jij een leuke game? Laat het dan even zeker in de reacties achter. Heb je ook nog een leuke mod voor een Farming Simulator 15? Laat het dan ook even zeker weten. Laat het dan ook zeker even achter in de reacties. Wie weet, download de mod. En ik zet deze even zo neer. Anders rolt de baal weg. Zo, oké, okay, nu rolt hij die kan wel. Zo, hij verdwijnt in het mais. Nou oké, okay, dan verdwijn je maar lekker in het mais. Ja. Of moet ik mijn kanaal gaan veranderen? Of moet ik mijn banner gaan veranderen? Of mijn profielfoto gaan veranderen? Ik heb geen idee. Of ik wat nieuws moet gaan doen of iets. En hij zit weer vol, gaat snel. Af de kast die bukt echt speest helemaal. Ja, sorry dat ik ook de laatste tijd niet zoveel heb geüpload. De laatste half week of zo heb ik helemaal niks geüpload. Ja, ik had er niet echt zo zin in. Wauw, goed excuus. Nope. Maar ja. En is het bijna vol. Man, hij laat echt veel liggen. Of ligt het nou aan mij? Dat ik weer slecht ben. Ja, dan gaat die er ook alweer vandoor. Hé, tjoe. Dus laten we een heel zoektocht aan beginnen voor die balen. Bleh. Daar heb ik geen zin in. Ja, misschien wat we nog moeten persen. Heel veel. Alweer vol. Oké, hiervoor heb ik liever toch een vierkante, maar ik had er zo snel niet één. Die, tenminste niet wat ik wil. Jezus, die rolt echt keihard naar beneden. Oké, nu ligt hij zo stil. Hij rolt hij natuurlijk. Rolt hij er tegenaan? Ach ja, we zien dat zo. Nou, ik weet niet hoe lang deze video hoort. Misschien knip ik er wat stille stukjes tussenuit of zo als hij heel lang wordt tenminste. En dit heb ik ook nog met gaat het goed? Nee, dat gaat niet goed. Maar ja, ik heb dit ook nog geharkt met vier elementen. Ik had een keer met één. Nee, niet met een één element. Rem, gas, unload en gas. Nee, maar ik had het met dus eerst met twee elementen gedaan en later heb ik nog een keer met een vier element nog een keer gedaan. Ja, daarom zit hij misschien ook een stuk sneller vol. Ah, het is een mooie oogst.
Wacht, ook een bak geld. Ik weet niet hoeveel machines. Geld ik aan machines wel niet heb uitgegeven, maar dat is echt veel. Hoeveel geld ik aan machines heb uitbesteed. Uitgegeven. En dit soort kleine kindertjes pak je nou wel makkelijk mee, maar worden ze groot, dan heeft hij er moeite mee. Nou, rook wel een beetje. Ik heb nog nooit een MF. Ja, oké. Okay. Ik heb één keer. In het echt nog niet echt heel hard een MF zoals dit zien roken. Ah, wel. Nou, niet in het echt, maar wel een paar foto's van de trek. Alleen er was dan weer zo'n zelfgebouwd ding. Met een motorkap van een MF erover, denk ik. En dan misschien is het een andere motor. Ik weet niet. Zit hier in MF ook een echt een MF motor? Bouwt MF zelf motoren voor de trekkers? Geen idee. Hoort, wacht, ja, ik rijd er nog overheen. Hoort dat rode randje langs de cabine? Echt nooit gezien. Wat mij betreft konden ze die balen wel 8000 liter maken. Ja, ik weet niet. Misschien doe ik ook wel een paar wikkelen dan hoor. Dus wordt echt heel veel. Hoeveel liggen er nu al? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Meer dan 9 balen hebben we nu al. Oh, dat is toch een mooi aantal. Ik heb ook nog een beetje gemaaid, dat ga ik wikkelen, denk ik. Ja, dat is natuurlijk niet geschud, hè. Ga wikkelen. Nee. Ja, ik had ook een heel leuk Minecraft project gedaan. Als je mijn Twitter bijhoudt, dan weet je wel dat ik met het project bezig was voor YouTube natuurlijk. Met een project voor Minecraft. Nou, nu heb ik het helemaal gebouwd en weet ik veel wat. Ik heb de avonden in gezitten. En mijn Minecraft die crasht hem nu de hele tijd. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kan niet eens. Ik heb gekeken, hè? Ik kan niet eens normaal een potje Skywars doen. Of laat staan aan opnemen. Dat lukt niet meer. Ik weet niet hoe dat komt. Weet jij hoe ik dit kan fixen? Nou, laat het dan even zeker weten in de reacties. Want ik wil natuurlijk gewoon Minecraft kunnen spelen. Vind ik een hartstikke leuke game. Ah, Farm Simulator vind ik leuk, maar Minecraft vind ik ook hartstikke leuk. Oké, is die weer vol. Echt, vind ik zo jammer dat hij nu de hele tijd crasht. Zo kut is dat. Zal ik de rest gaan wikkelen? Dan zorg ik dat hij nog één keer vol komt en dan ga ik de wikkelaar wel even ophalen. En dan ben ik daarna wel terug. Ja, gods, ik kan die net dit kleine stukje niet meepakken. Nou, dan maken we wel de hele kit even af. En dan ga ik de wikkelaar wel even ophalen en dan gaan we de rest wikkelen. Dus zeg ik tot zo. Hallo mensen, daar zijn we weer. Zoals je ziet heb ik nu een andere pers. Dat de andere echt niet meewerkt. Het is ondertussen een kwartier later, ja. Meer dan een kwartier later zelfs, omdat die andere pers niet meewerkte. Nou, dit is een hele mooie pers. Je kan je zelfs spullen bijvullen, zoals plastic en weet ik veel wat, kan je allemaal bijvullen. Dus ja, je doet V, B, en als het goed is moet hij dan lopen. Zelfs drop, auto, weet niet. Manual, bullet. Gewoon op auto. Ik weet niet wat het is. Oh kut, maak een screenshot. Ah, wel handig. Nou, nu ik over screenshot heb. Oh, nee, dat blijft wel staan. Dan kan ik net zo goed dit doen. Zo, screenshot. Oh, hier zie je ook alle gras de band gaan. Dat is wel grappig. Ja, mooi pers. Zit er ook een baal in ontstaan. Ja, mooi persje. Zeker.
Wat gebeurt er nu? Nu. Oh, drukken. Rolt zelf uit. Nice. En nu wordt het gewikkeld. Oh, gaat mooi. Ik weet alleen niet waar ik het geluid heb staan. Tien. Oké, dat moet goed zijn. Komt een beetje kabaal van die wikkelaar af. Dat gaat niet. Kijken naar deze video, laat even zeker een like achter en dan ook nog even een reactie en dan zeg ik abonneer ook nog even op mijn kanaal en dan zeg ik later.